Ik heb heel erg geaccepteerd dat ik kom te overlijden. En voor mij is elke dag een bonusdag. Maar ik heb wel ook zoiets van, als het zo is, dan is het zo. Ik heb een glioblastoom. Glioblastoom is een kwaadaardige hersentumor. Dat houdt in dat het de snelst groeiende hersentumor is en het is ook kanker. Dus ik heb hersenkanker. Ik voelde gewoon ook dat er iets niet klopte. En op een gegeven moment kwam er een hoofdpijn bij kijken en die kwam op een of andere dag en die ging ook nooit meer weg. En die werd steeds erger. En op een gegeven moment liet ik dingen uit mijn handen vallen. Ik kon niet zo goed dingen meer onthouden. Ik werd zelfs schil. Er zijn mensen die dagen hebben, er zijn mensen die weken hebben, er zijn mensen die maanden hebben, er zijn mensen die een paar jaar hebben. Het verschilt heel erg per persoon. Hallo, ik ben Jeroen, 29 jaar oud en 1,5 jaar geleden kwam ik erachter dat ik ziek ben. Hoe hij nog in het leven stond, hoe positief hij was en dat hij helemaal niet bang was. En toen is er bij mij een knop omgegaan dat ik dacht, nou ja, als hij zo kan leven, dan kan ik dat ook. Ik heb ook nog 2 kleine nichtjes van 2 en 4. En ja, ik weet natuurlijk niet hoe lang ik er nog ben, dus ik vind het wel mooi om beelden voor hun achter te laten. Lieve Kaylin en Fayen, nu jullie dit te zien krijgen, zijn jullie al wat ouder en ben ik er al een tijdje niet meer. Het doet me nu al pijn als ik eraan denk dat ik jullie niet zal zien opgroeien. Ik heb zelf nooit kinderen gekregen. En genoot daarom extra van jullie twee. Het programma laat eigenlijk ook gewoon inzien dat ondanks alles je gewoon nog kan genieten van het leven. Dat, ja, wat er belangrijk is in het leven. Ik heb heel erg geaccepteerd dat ik kom te overlijden. En voor mij is elke dag een bonusdag. Maar ik heb wel ook zoiets van, als het zo is, dan is het zo. Ik ben niet van, het is mijn tijd nog niet. Of ik heb wel een heel mooi leven gehad. En dat niet dat ik nu wil gaan, hè, dat sowieso niet. Maar ik denk dat je dat wel ook moet accepteren. Liefs, jullie leukste en gekste tante. Box, dat doet ze altijd. Ja.